Staalkabels door een zaaltje vliegen of goed neerkomen ook. Of iemand eens flink op zijn gezicht timmeren. In de hoop dat je dat ooit in een film mag doen. Op de stuntschool van Leen Duchesne in Rotterdam-Noord is er elk weekend gratis stuntles. Duchesne werkte zelf jarenlang als stuntman. Onder meer voor de Hongkongse acteur Jackie Chan. Die alweer 10 jaar geleden hier zijn film Who Am I opnam. Na een herseninfarct was Duchesne gedwongen te stoppen. En daarop begon hij dus zijn stuntschool. Aanvankelijk bedoeld om jongeren van de straat te houden, maar inmiddels is het de bedoeling dat ze als professionals aan de slag gaan in de internationale filmindustrie. Ja. Deze heb je in je nek. Elke zaterdag verzamelen 10 leerlingen in een klein sportzaaltje in Rotterdam-Noord om van Leen Duchesne het stuntvak te leren. De zaal is misschien een beetje aan de kleine kant, maar het enthousiasme van de meiden en jongens is er niet minder om. Leen is begonnen met hangjongeren, om die een beetje van straat te houden. En omdat hij zelf stuntman is geweest, dacht hij van, nou weet je wat, ik geef ze een opleiding tot stuntman. En dat begint nu een beetje te groeien, zeg maar. We hebben grote plannen om een echte stuntschool neer te zetten. Ik ben invalide geworden en toen ben ik met mensen gepraat uit de filmwereld. En omdat ik daar nog een tijdje in gewerkt heb. En die hebben gezegd toen de tijd van, maar luister, want dat was voor mij de vraag, wat ga ik verder doen met mijn leven natuurlijk. En ja, op die oude manier kon je niet verder gaan. In Europa is het namelijk een beetje chaos op het gebied van, in de filmwereld, op het gebied van filmacties. Maar ja, iedereen kan zich op het ogenblik stuntman noemen. Kijk, en dat, als je van een stoepje afvalt, dan ben je al een stuntman in principe hier in Nederland. En we hebben gepraat met Amerikaanse, Canadese filmmakers en Chinese filmmakers. Toen de tijd bij Jackie Chan, die was Russo 3 aan het maken in Parijs. En daar hebben we gepraat met al die mensen. En die zeggen ook op de duur van, ja maar als je, we willen meer films schieten in Europa. Maar ja, het is een chaos, we weten niet meer bij wie we moeten zijn om de juiste mensen te krijgen. Want... En die oplossing kan jij nu bieden? Juist. Hoe ben jij erbij gekomen om te gaan stunten? Ik deed mee aan een assertiviteitsweekend voor tienermoeders. En daar heb ik Leen leren kennen. We hebben een zelfverdedigingcursus gedaan. En zo hebben we een uitnodiging gekregen. En ik was blijkbaar de enige die interesse had dus. Wil jij uiteindelijk ook stuntman worden? Ja, liefst wel. Wat vind je daar leuk aan? Leuk aan? Ik ben altijd bezig. Ik zit niet stil. Weet je, ik ben meerdeels met de actie bezig of... een vecht zijn aan het denken of gewoon aan het trainen. En dat vind ik heerlijk. En wat is de ultieme stunt voor jou om ooit te gaan doen? Een ultieme stunt? Ik denk een hele grote Chinese productie mee willen doen. En dan echt met heel veel vechten. Dat lijkt me echt heel vet, ja. Zeer zeker. Hey, wat gaat er gebeuren? Ik ga Spider-Man backflip op de muur doen. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er altijd wel zin in, maar of het niet meer gaat lukken, dat weet ik nog niet. Waar ze nu mee bezig zijn is Wireplay. En dat is, dat kennen we het beste uit films zoals The Matrix. Noem maar wat, Jackie Chan films. Overal waar ze dus zeg maar door de lucht vliegen. En dingen doen die net even zonder hulp niet gedaan kunnen worden. John Jones, bij sommigen beter bekend als Jimmy uit de serie Samsam. Hij is al even enthousiast over de stuntschool. Hij is ambassadeur van het project, maar geeft ook acteerlessen. Want stunten is al lang niet meer alleen maar vallen op het juiste moment. Sinds wanneer moet de stuntman acteren? Het is toch wel leuk dat er een beetje echt uitziet. In plaats van doodvallen en dan... bom. Is het toch een beetje leuk als het wat meer lading heeft. En een stuntman die een paar zinnetjes kan opzeggen, is meer waard. We hebben er genoeg talenten tussen zitten. Ik bedoel, Jean die is vandaag voor de eerste keer heeft ze in de kabels gehangen. Dat steekt wel lekker. En Nick en Jordi en Simon, dat zijn jongens die we aardig wel kennen. En Maarten, die is helemaal oorhand. Dus daarom. Wie gaan we terugzien op het witte doek? Ik denk dat ze allemaal wel terugzien, want de meesten zijn al aan het werk geweest op het witte doek. Dus, Wat willen jullie daar uiteindelijk mee bereiken? Uiteindelijk, een goede stuntschool. Zodat ook producties uit het buitenland hier goede mensen kunnen vinden. Hopelijk een eigen tv-productie. Maar ja, dat is nog echt toekomst natuurlijk. En dat is wat het ultieme doel is, dus eigenlijk een eigen tv-productie? Het ultieme doel is de school.
dat een goede, degelijke stuntacademie neerzetten met alle disciplines. Dat is zeg maar door. Een serie zal er leuk bij zijn.